Het is begin juni onrustig in de Noordwijkse wijk Boerenburg. Auto's worden in brand gestoken, er wordt gehandeld in drugs en buurtbewoners voelen zich geïntimideerd. Met een noodverordening probeert de burgemeester de rust in Boerenburg te herstellen. Ja, een overlast. Het is niet echt overlast, maar het is al iets van heel lang. En het, op een gegeven moment wordt het brandje stichten en het was... het ging een beetje uit de hand lopen. Er waren ook bij onze schoolplein maar heel veel hangjongeren. En die gooiden bier over een pingpongtafel en zo. Maar... Cameraploegen uit het hele land komen naar de wijk. Boerenburg is een paar dagen lang landelijk nieuws. Niet voor iedereen leuk, maar voor een enkeling wel. Nou, volgens mij alle cameraploegen die in Nederland bestaan, die waren hier ook. Volgens mij waren er 7 of 8 omroepen en pauwnieuws. Ik weet niet wat er allemaal hier liep te rennen. Maar het was, voor mij was het een prima dag. Het was de drukste dag ooit. Dus dat hebben we het wel goed gedaan. Maar... Afgelopen najaar worden 12 mannen opgepakt voor brandstichting, vernieling en drugshandel. Om de problemen een halt toe te roepen, richt de gemeente een taskforce op. Er komt onder andere een extra straatwerker. Het lijkt zijn vruchten af te werpen. Buurtbewoners merken dat het weer rustig is in de wijk. Wij merken verder niks. Echt niet. Is het minder, de overlast? Ja, die knapen die zijn gepakt, dus dat is gebeurd, het is over. Nu gaat het best wel goed. De politie heeft er iets aan gedaan. Ja, het is heel goed te doen nu op het ogenblik, dus laten we hopen dat het ook zo blijft. En de aanpak van de gemeente schijnt toch geholpen te hebben. Het is nog even afwachten als het straks van de zomer wordt, maar het is wel een stuk beter.